anders denken dan je omgeving. Herken je dit? Gesprekken met mensen geven je energie en inspiratie. Hierdoor overspoel jij je omgeving met een niet te stoppen stroom van ideeën, associaties en mogelijkheden. Maar jouw verhaal is dikwijls onoverzichtelijk voor de personen die graag stap voor stap te werk gaan. Je wordt dus niet altijd gehoord of begrepen. Ideeën daadwerkelijk uitwerken, door er een projectplan van te maken en er ook een routineproces of iets routine van te maken, dat is best lastig. Je zal constant nieuwe ideeën of verbetermogelijkheden zien die jouw projectplan dwarsbomen of minstens vertragen. Functioneren in een organisatie of een omgeving met strakke processen, strikte procedures en een heel sterke hiërarchische structuur, het is best lastig. Het kost je extra moeite en het geeft jou enorm veel extra stress. Je behaalt veel makkelijker resultaten als jij je eigen werkmethode mag gebruiken binnen een opgelegd kader. Zijn deze processen, structuren en de hiërarchie bovendien achterhaald en gebruikt iedereen achterpoortjes om ze te omzeilen, dan is de kans groot dat jij totaal afhaakt. In processen voel jij onmiddellijk aan waar de dingen fout zullen lopen. Maar kort en bondig aan je omgeving uitleggen waarom dat zo is, dat lukt niet. Klinken bovenstaande voorbeelden je bekend in de oren? Zo ja, dan ben jij meer dan waarschijnlijk een persoon die anders denkt dan zijn of haar omgeving. Een beelddenker of een visueel ruimtelijke denker die bij voorkeur de rechterkant van het brein gebruikt. In tegenstelling tot de meeste organisaties en bedrijven die meer aanleunen bij begripsdenken, stap voor stap denken of volgens de linkerkant van het brein gestructureerd zijn. Je bent je misschien onbewust gaan aanpassen aan je omgeving of je werk, waardoor jouw unieke talenten verloren gaan. Hierdoor gebruik je ze niet meer of worden ze onderbenut. Werken met jouw talenten, met je natuurlijke talenten, dat geeft je energie. Werken met aangeleerde vaardigheden, dat kost je energie. Bovendien maakt het jou op de lange termijn veel vatbaarder voor extra stress en een burn-out. Wil jij weten of je meer dan een natuurlijke voorkeur hebt voor rechterbreindenken, voor beelddenken of een visueel ruimtelijke denkstijl jouw voorkeur wegdraagt? Doe dan de screeningtest. Je vindt hem op de website onder deze video. Ik ben Saskia Smets. Ik begeleid gedreven mannen en vrouwen die beelddenker zijn in hun werkomgeving. Ik leer hen hoe ze zichzelf kunnen blijven in een lineair georganiseerde wereld, waardoor ze hun natuurlijke talenten maximaal kunnen gaan gebruiken, zodat zij ook op hun manier een steentje kunnen bijdragen aan het resultaat van hun organisatie met minder moeite en stress. Ik leer je de beperkingen van het beelddenker zijn te benoemen. Maar ik leer je ook voorbij het label te denken en te kijken naar de mogelijkheden. De mogelijkheden die dit unieke beelddenker zijn jou brengt, zodat jij jezelf kan blijven in jouw professionele omgeving en ook mee kan helpen aan de successen van jouw team.